Goedendag, mijn naam is Christian Karelsberg en namens de Viessmann Academy hartelijk welkom op deze e-learning cursus van onze toepassingsvoorbeelden Vitodance. Wij gaan vandaag het schema bespreken met meerdere kringen achter de evenwichtsfles. U klikt op de foto, u gaat naar de toepassingsvoorbeelden Vitodance E3 en dan selecteren we het derde toepassingsvoorbeeld. Zoals gewoonlijk kan u deze schema toepassen met eenders welke Vitodance dat u gebruikt. Wat bedoel ik ermee? Een combiketel, een ketel zonder boiler, een ketel met geïntegreerde boiler, een ketel met een gewone boiler of een ketel met een zonneboiler. Hetzelfde toepassingsvoorbeeld blijft van toepassing. Hier zien we het hydraulisch schema. We hebben drie kringen en een evenwichtsfles. Kring A1 of kring H1 in het schema. De M2 kring of de kring H20 in het schema. En de optionele kring H30M3, de derde menger, of de derde kring bedoel ik. Waarom staat er optioneel bij de derde kring? Dat is omdat het heel vaak voorkomt dat u twee kringen hebt achter uw fles. De derde kring en de tweede kring zijn identiek. Dat u nu één gemengde kring achter uw fles hebt, of u hebt er twee, maakt geen verschil. Dus u kan deze schema toepassen voor een directe kring, een gemengde kring, een directe kring en twee gemengde kringen, of zelfs gewoon twee gemengde kringen en geen directe kring. Dat komt nu wel iets minder sporadisch voor. Wat hebben we hier dan? De boiler die uiteraard optioneel is. V-care is inclusief omwille van de geïntegreerde wifi-module. De bediening kan u kiezen 7 of 3,5 inch. En uiteraard de ketelregeling die geïntegreerd is. Noodzakelijke materialen zijn onderverdeeld in de ketel en de nodige toebehoren daarbij, zoals de buitenvoeler, de Vitotrol, de evenwichtsfles en de evenwichtsflesvoeler. Specifiek voor de radiatoren hebben we gewoon een direct gestookte kring, dat is redelijk eenvoudig. Dan hebben we voor de gemengde kring M2, wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard een menggroep en dan met de mengklep elektronica. Deze elektronica wordt uitvoerig besproken in een andere video. Wat hebben we dan nog nodig? De H25, dat is een maximaal aquastaat. Dat is verplicht bij vloerverwarming ingesteld lager of gelijk dan 50 graden Celsius. Specifiek voor de gemengde kring M3, de H30 dan, hebben we uiteraard ook een menggroep nodig met mengklep elektronica. En indien de derde kring ook vloerverwarming is, hebben we daar ook die maximaal aquastaat nodig. Toebehoren. Expansievat, er is een interne expansievat van 10 liter of een van 18 liter bij de vloerketels. U kan een externe expansievat zetten bijvoorbeeld van 25 liter en vergeet niet, zeer belangrijk, uw kapventiel voor onderhoud en service. De sanitaire omlooppomp is optioneel en uiteraard ook de veiligheidsgroep van de boiler, lucht- en vuilafscheider en het sanitaire expansievat. Dan gaan we het nu hebben over de elektrische aansluitingen. Stekker 40 is de voeding, stekker 156 is voeding uit naar eventueel uw menguitbreiding. P1 is in dit schema in gebruik voor de pomp van de directe kring, dat zien we zo meteen. P2 is de optionele sanitaire omlooppomp. Stekker 96 kan u ook gebruiken voor voeding naar de uitbreidingen en bijkomend voor de bepaalde functies zoals externe vraag en extern blokkeren. Hier hebben we dan de plug-and-play stekker die zich bij de wandketels onderaan het toestel bevindt, bij de vloerketels achteraan het toestel. En daar kan u dus de plusbus stekker 74 op aansluiten, de boilervoeler stekker 5 en de buitenvoeler stekker 1. U kan ook die voorgekableerde stekker ontkoppelen aan de printplaat en uw buitenvoeler, boilervoeler en plusbus rechtstreeks in de ketelregeling zelf aansluiten. In de toepassingsvoorbeelden op de volgende pagina staat uiteraard ook de volledige tekst. U kan in het standaard hydraulische schema al heel veel elektrische aansluitingen terugvinden. Bijvoorbeeld, laat ons beginnen bij de pomp A1 achter de evenwichtsfles, pomp H03. Wat zien we? Deze wordt aangesloten op de G02P1. G02 is de ketelregeling, dus op stekker P1 wordt hier de pomp aangesloten van de directe kring achter de evenwichtsfles. Hier zien we dan mijn gemengde kring. Mijn gemengde kring heeft een mengmodule, de H21. Die vindt u hier terug. Dan zien we de menger wordt uiteraard aangesloten op stekker 52 van deze menguitbreiding. En de pomp wordt aangesloten op H25. Die H25, dat is die maximale aquastaat die optioneel is en verplicht bij vloerverwarming. Deze maximale aquastaat wordt dan weer aangesloten op de menguitbreiding zelf op stekker 20. Dus
Heb ik de maximale aquastaat, dan ga ik uiteraard via de maximale aquastaat zo naar de menguitbreiding. Heb ik deze niet, dan sluit ik de pomp rechtstreeks aan op de menguitbreiding zelf. Hier hebben we dan ook de vertrekvoeler. De vertrekvoeler wordt hier ook aangesloten op de menguitbreiding zelf. Zeer eenvoudig en kan u standaard terugvinden op het hydraulische schema. Voor de M3 is dat identiek, enkel heeft de M3 een aparte menguitbreiding voor de kring zelf. Sanitaire omlooppomp, optioneel. Indien we deze toepassen, moet deze uiteraard geactiveerd worden in de inbedrijfnameassistent, maar op de ketelregeling pompstekker 2. De boilervoeler kan ik kiezen op de plug-and-play stekker aansluiting 3 en 4 of rechtstreeks op de ketelregeling ook aansluiting boiler. Evigslesvoeler, wat zien we hier? Dat deze aangesloten wordt op H21 voeler 9. H21 is de menguitbreiding van mijn M2, van mijn eerste menger dus. De buitenvoeler wordt hier ook aangesloten op mijn ketelregeling. Wat is nu het principe van elektrische aansluitingen? Dat vindt u terug in het hoofdstuk 4.4.2. Hier hebben we dan onze warmtegenerator, die krijgt zijn voeding. Ik geef voeding uit van de warmtegenerator naar mijn eerste menger. Op mijn eerste menger wordt ook mijn evigslesvoeler aangesloten. Ik kan van mijn eerste menger naar mijn tweede menger gaan, indien ik deze voorhanden heb. De plusbus koppel ik gewoon door. Zo eenvoudig zijn deze busaansluitingen. Meer details over de Vitatrol 200E en over onze menguitbreidingen verwijzen wij graag naar twee andere video's. Opstart en service van de E3-regeling. Via de geïntegreerde inbedrijfnameassistent kan ik zo goed als het volledige schema gaan configureren. Dit heeft als voordeel dat ik veel minder complexe coderingen heb. Ik moet gewoon in de inbedrijfnameassistent aanduiden wat ik heb en wat ik wil. Hier ziet u een sneltabel van deze inbedrijfnameassistent. Wat ga ik doen bij verwarmingscircuit 1? Dan ga ik zeggen dat ik een direct verwarmingscircuit heb. Bij verwarmingscircuit 2 een mengcircuit met pomp en verwarmingscircuit 3 ook indien ik 3 circuits heb. Heb ik maar 2 circuits, dan laat ik deze gewoon af fabriek op niet voorhanden staan. Ik kan ook zeggen ik heb enkel 2 gemengde kringen, dan kan ik gewoon verwarmingscircuit A1, de directe verwarmingscircuit, uitschakelen in de inbedrijfnameassistent. Warm water, opnieuw, heb ik een combiketel of een Vitonens 202 zonder sanitair, geef ik daar niets in. Heb ik een ketel met een boiler, dan geef ik daarin boiler met een sensor. Heb ik een sanitaire omlooppomp, dan geef ik daarin boiler met een sensor en een tapwatercirculatiepomp. Open verdeler, zonder sanitair zeggen we enkel verwarming. Hebben we sanitair, het zijn een combiketel, het zijn een boiler, het zijn een 222, dan zeggen we boiler voor de open verdeler. Dan gaan we naar de coderingen van de installatie. We gaan niet alle coderingen overlopen, maar de basiscoderingen. Hier ziet u in de groep ketel tijdsinterval van het onderhoud, het maximaal vermogen op verwarming, het gewenst toerental van de primaire circuitpomp bij stookwerking voor de evigsfles, dus primair. Het minimaal vermogen op CV raden we aan om dat zo laag mogelijk te laten staan. Warm water. Indien u werkt met een sanitaire omlooppomp, kan u in codering 497 1 en 2 kiezen of deze al dan niet in werking moet zijn tijdens de hygiënefunctie en tijdens de standaard boileropwarming. Indien de klant het wenst, kan hier de maximale instelbare temperatuur van het sanitair verhoogd worden dat deze boven de 60 graden kan. Bij verwarming hebben we de boostfunctie per kring, de ruimtetemperatuurafschakeling en de kamerinvloedfactor. Van deze twee hebben we een aparte video gemaakt. Temperatuurverhoging van de mengklep staat standaard op 8 Kelvin. En ook weer de ruimtetemperatuurafschakeling van de VC2, de M2 en de kamerinvloedfactor. Hetzelfde voor kring 3. Heel belangrijk in te stellen is de 193.1, de maximale vertrektemperatuur van de gemengde kring, VC2 en 194.1, de maximale vertrektemperatuur van de vloerverwarming voor VC3. Namens de Viesman Academy wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Prettige dag verder.